Dit is Van Lint Live. Straks bespreek ik met Amerika-kenner Charl Groenhuizen en Victor Vlam de laatste State of the Union van Amerikaanse president Obama. Maar nu eerst Rob van Gijsel. Want Rob van Gijsel, ja, dat is een man die grote ambities heeft. Hij wil een hoge snelheidslijn hebben tussen Eindhoven en Düsseldorf. Zou een fantastisch afscheidscadeau zijn of niet? Want u vertrekt net najaar als burgemeester. Zo snel hebben we hem niet aangelegd natuurlijk. Nee. Dus nee, maar alleen al de beslissing. Ja, nou wat er gebeurt is dat de Duitsers dit keer... want er is al heel lang behoefte aan een hoge snelheidsverbinding vanuit Nederland naar Duitsland... maar de Duitsers hebben dit keer erom gevraagd. Dus de burgemeester van Düsseldorf die mij op een gegeven moment gebeld heeft... en gezegd heeft van zouden we daar samen hier de schouders onder kunnen zetten. En die trouwens Geisel heet, dat is wel leuk, hè? De Oberburgemeester Geisel. Ja. We hebben gezamenlijke voorouders. Hij had dezelfde naam, ja. Maar wat er natuurlijk waar het echt om gaat is... als je wereldwijd kijkt... dan is de meest intensieve economische relatie tussen twee landen... tussen Canada en de Verenigde Staten. En de tweede wereldwijd tussen Nederland en Duitsland. Als Duitsland niet achter Nederland zou liggen... zou onze economie nou ja, toch op zijn minst een derde tot een helft minder zijn. Wij zijn heel erg verbonden met de Duitse economie. En dan is het raar dat wij op het gebied van personenvervoer over de rail... echt niks hebben. Het is, nou ja, met de weg gaat het dan nog een beetje. Maar de verbindingen met Duitsland zijn echt vitaal voor onze economische ontwikkeling, daarmee voor onze wereld. Het lijkt mij een belangrijk onderwerp, hè? Om uitgebreid op door te gaan. Dat wil ik ook met u doen. Maar eerst beginnen met iets waar bijna alle burgemeesters mee bezig zijn. Waar burgemeesters ook naar gevraagd wordt. Oftewel, moet je bang zijn voor kulse toestanden in je eigen stad? Als ik hem even zo open aan u stel, denkt u dat het ook Eindhoven zou kunnen treffen? Nee, niet zomaar. Nee. Ik vind dat we het eigenlijk bij ons best rustig hebben in dat opzicht. Ik hou het wel goed in de gaten natuurlijk. Hè. We hebben nou ja, ook predikers die uit andere delen van de wereld komen. Saudi-Arabië of uit Soedan. Waarvan we zeggen, ja, hebben we er eigenlijk wel behoefte aan. We proberen de wereld een beetje bij elkaar te houden. Waarom zouden mensen van buiten toe moeten laten die de zaak in de fik proberen maar te steken? Ik vraag het vooral aan u, omdat binnenkort heet Eindhoven Lampengat. En bent u opeens de burgemeester van Lampengat. Een paar... Kijk, zie je, dan gebeurt er dit allemaal in Eindhoven. Dan krijg je dit soort... U trekt van schaamte door uw gezicht. Of bent u te lachen als u dit ziet? Ik vind het heel vrolijk. Ik vind het hartstikke dat ons carnaval vieren. Want het is ook een uitlaatklep voor die mensen. Het heeft een mooie traditie van vroeger. Houdt u zelf ook van carnaval? Nee, helemaal niet. Nee, dat helemaal niet. Nee. Gek, hè? Wel geboren Eindhovenaar. Ja, geboren Eindhovenaar. Ik heb niet zoveel met carnaval. Ik doe wel mee. Ik geef het sleutel ook over. Maar dan ben ik ook blij dat Prins Carnaval gedurende die dagen dan ook de stad maar binnen. Maar dit ziet er allemaal heel lieflijk uit. En hier denk je, hier is ook niks aan de hand. En mensen zijn allemaal vrolijk en vriendelijk. Maar je zou wel zeggen, over een maand begint dit. We hebben gezien wat er in Keulen gebeurt. Dus je neemt in ieder geval voor de zekerheid extra maatregelen. Hebt u dat gedaan? Meer politie inzet bijvoorbeeld? Nee, helemaal niet. Ik zie ook er geen enkele noodzaak voor. Dus carnaval is eigenlijk bij ons een hele... Dat klinkt raar, maar voor het politie inzet betreft een hele rustige periode. Omdat er veel mensen op straat zijn. Ze met elkaar ook die sociale controle wel overeind houden. En eigenlijk vechtpartijen of dat soort dingen nauwelijks of niet voorkomen. Het klinkt raar, dus omdat ik denk, mensen weten, er is nu wat te doen... en we kunnen lekker allemaal naar Eindhoven. Dat is op dat moment de stad in Brabant. Ja, maar dat is toch echt niet aan de orde. Nee, en het is... Kijk, Eindhoven heeft natuurlijk ook wel... als we gaan kijken naar het aantal uitreizigers bijvoorbeeld naar Syrië... die kennen wij helemaal niet. Althans, mij zijn ze niet bekend. Dus wij proberen ook wel de stad een beetje bij elkaar te houden. Ik denk wat heel erg scheelt is dat ze naar de stad kijken. Ik vergelijk, ik heb lang in Amsterdam en in Den Haag gewoond. Als ik dat bij ons bekijk, hebben we ook geen echt gesegregeerde... echte, nou ja, cultureel bij elkaar klonterende wijken. Dat is in Amsterdam anders, hè? Uw collega in Amsterdam, Ebert van der Laan, die reageerde ook anders. Laten we daar maar eens even naar kijken hoe hij erop reageerde. Aanrandingen zoals in Keulen hier uitgesloten... Dat was iets te kort door de bocht samengevat uit een radio-interview, zei Van der Laan gisteravond in de commissievergadering. Hij had het voor Radio 1 wel iets genuanceerder gezegd. Want kan Keulen ook gebeuren in Amsterdam? En dan zeg ik, nou, ik hoop als burgemeester te kunnen zeggen, hoop, in ieder geval niet op die schaal. Dat acht ik gewoon, ik vind Amsterdammers, en dat horen ze misschien niet graag, ik vind ze er gewoon veel te lief voor, en dat meen ik serieus. Maar zonder dat ik het aannemelijk kan maken... denk ik dat dit uitgesloten is. En waarom denkt u dat? Vraagt hij. Nou, ik denk dat in Amsterdam heel erg duidelijk is... dat je lief voor elkaar moet zijn en dat we grenzen stellen. Ja, Eindhoven is dan straks Lampengat keihard de gekste. Amsterdam keihard de liefste. Hebt u het idee, Eindhoven is zoals u juist eigenlijk zei... is dan ook keihard de liefste? Dat is gewoon alsjeblieft, hou er maar over op. Want ja, maar kijk, we hebben een hele traditie. Eindhoven is natuurlijk 125 jaar geleden een beetje opgekomen door Philips. Ja. En het is een stad geweest waar altijd alle culturen... eerst waren mensen uit Drenthe of uit Friesland of uit Amsterdam... later uit Portugal en uit Italië, Marokko, Turkije en steeds verder... meer
dan 20% van de Eindhovenaar is niet geboren in Nederland. Daarmee halen we het hoogste percentage in heel Nederland. Dus u kunt wel het vluchtelingenplaats in Eindhoven? Ja, we hebben een heel groot vluchtelingencentrum, dus een asielzoekerscentrum. Maar ik zeg het vooral omdat Diederik Samson, uw partijgenoot, heeft gezegd we kunnen makkelijk 200.000 vluchtelingen opnemen in Nederland. Zei hij een tijdje terug in een interview. Dat laaide nogal wat discussie op. Wat vindt u daarvan, van die uitspraak? Nou ja, ik denk dat je het uitgangspunt zou moeten zijn. Er zijn drie dingen. Eén, we zien dat er een enorme haard is van onrust in Syrië, rondom Syrië, Irak. Als we daar niks aan doen, dan lossen we het sowieso niet op. Dus ik vind dat die internationale gemeenschap daar ook wel wat meer samenwerking zou mogen doen. Twee, als we zien wat er dan in de landen daaromheen een opvang plaatsvindt, dat gaat om miljoenen mensen. Dus als we kijken naar Jordanië en Turkije, wij krijgen daar een deel van in Europa. Dat kan geen structurele oplossing zijn. Het zomaar simpel zeggen, weet je wat, we laten daar gebeuren. Nee, maar het gaat mij nu vooral eigenlijk om deze uitspraak. Hè? Want op een gegeven moment werd hem natuurlijk ook naar enig aandringen gevraagd, noem eens een aantal. Hij zegt, 200.000 kan makkelijk. Gaat dan iedereen over. Denkt u dat hij gelijk heeft? Dat zou ik niet weten. Dat hangt heel erg vanaf hoe het gaat, hoe je het opvangt, hoe je ervoor zorgt. Ik weet dat er heel veel gemeenten zijn die zeggen, wij willen wel 50 of 60 mensen opvangen. Maar in een kleinere gemeente wil je dan niet 400-500. Nou, dat wordt toch geforceerd. Dus je ziet dat het de manier waarop het gaat en de tijd waarin het gaat. Maar u moet zich voorstellen, we hebben dat destijds met Joegoslavië ook 90.000 gehad in één jaar. En heeft u daar iets van gemerkt verder? Dus de vraag is, wat doe ik ermee? Hoe vang ik het op? Ik vind wel dat we echt moeten zorgen dat wij niet gewoon de problemen in het Midden-Oosten hier allemaal gaan opvangen. Dat we het daar tegenhouden. Nou vraag ik het toch aan u, omdat juist binnen uw partij dit een stevige discussie leidt. Atje Kuiken, Kamerlid, Tweede Kamerlid, die plaatste toch wat kanttekeningen. Die zei bijvoorbeeld, wacht eventjes, er zijn grenzen aan de gasvrijheid. Zij plaatsen kanttekeningen bij dat aantal van 200.000. Nou ja, ik... Maar aan welke kant van die discussie zegt u, je moet meer daar de nadruk leggen of je moet juist die ruimhartigheid benadrukken? Nee, ik vind dat je wel... Kijk, het zijn natuurlijk oorlogsvluchtelingen. Dus we hebben dat zelf ook wel meegemaakt in het verleden. En dus daar valt altijd iets voor te zeggen om mensen proberen op te vangen. Maar als je niks aan de bron doet, dan los je het uiteindelijk ook niet op. Wij kunnen die mensen niet allemaal hier hebben. Dus ik ben daar eigenlijk wel wat korter door de bocht. En ik vind eigenlijk dat er weinig begrip is over en weer, ook vanuit de Verenigde Staten en Rusland, dat men niet snapt wat de wederzijdse posities zijn. En daarop blijft het doorgaan. Maar welke boodschap zou u willen uitdragen? Willen uitdragen de boodschap van ruimhartigheid, laat ze binnenkomen, of juist de boodschap van rustig aan grenzen? Ik vind dat we wat... Kijk, ik denk dat die mensen ook niet zelf erop uit zijn om naar Europa te gaan. Dus als we daarop zouden kunnen vangen, dan moeten we wel de voorwaarden creëren. Is natuurlijk veel beter. Is veel beter voor de mensen zelf. Maar als dat niet gaat en ze komen hier, moeten we proberen er wel een plek voor te geven. En ik vind dan een slechte gedachte om dan die mensen gewoon gedurende 4 of 5 jaar in een asielzoekerscentrum te laten zitten. Laat ze dan ook gewoon werken. Laat ze maar aan de gang. Wij kunnen best wel, en daar zijn we ook in Eindhoven denk ik een beetje voor oplopend, proberen wij gelegenheid te creëren. Wij komen een aantal talenten echt tekort. Bij onze bedrijven als ASML en Philips en VDL, waar nog geplaatst zou kunnen worden. Dus het is een genuanceerde aantallen hebben geen zin. Want je kan zeggen, we kunnen er makkelijk 200.000 opvangen. Misschien kunnen we wel 300.000 opvangen. Misschien is het 100.000. Het gaat om het idee van, we moeten niet zo moeilijk doen. Nee, maar daar ben ik het niet mee eens. Daar ben ik het dus dan niet mee eens. Dus ik vind dat je wel degelijk met zorg naar mag kijken over naar de immigrantenstroom die naar Nederland komt en hoe je daarmee omgaat. En dan moet je dan echt met meer aandacht iets aan doen. Ik vind, en dat is mijn persoonlijke opvatting als burgemeester, ik vind dat men heel makkelijk praat in Den Haag over vluchtelingen. Maar daar hebben ze het probleem niet. Wij hebben het probleem. Ze praten dan makkelijk over harddrugs en over softdrugs. Daar hebben ze het probleem niet. Wij hebben het probleem. Dus ik vind dat er ook wel een goede constatatie mag plaatsvinden. Wat kunnen gemeentes eigenlijk? Wat willen ze? Hoe gaat dus dat dan? Dus u vindt dat je als stad en als burgemeester ook meer te zeggen moet krijgen? Dat zou ik eigenlijk wel vinden, ja. Dat zou mijn grote pleidooi zijn. Niet alleen op dit terrein, maar veel breder, ja. En waar nog meer dan? Nou ja, als het gaat om bijvoorbeeld openbaar vervoer, nieuwe vormen van openbaar vervoer, of als het gaat om energie, als het gaat om allerlei voorzieningen die we in de stad zouden willen regelen. Ik vind het nogal raar dat men precies landelijk voorschrijft hoe dat allemaal vorm moet krijgen. En ondertussen eigenlijk innovaties blokkeren, dingen die echt noodzakelijk zijn om naar nieuwe systemen te komen, niet tot stand kunnen brengen, omdat de verouderde wetten op nationaal niveau opereren. Dus geef steden, dit is echt de eeuw van de steden. En dat betekent, geef steden ook goede verbinding. U zei dit in het begin van dit gesprek. We hadden het over die verbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf. Dan kunnen we even laten zien waarom die zo belangrijk is. Dan kunnen we hier eventjes het... daar komt hij, jongens, de verbinding tussen Eindhoven en Rissi. Verbinding Eindhoven-Düsseldorf. Kijk, dan denk je, ze hebben allebei vliegvelden, maar dat gaat niet. Hè. Daar kun je niet snel op en neer. Met de trein kun je ook niet snel
de verbinding maken? Want hoe lang duurt het nu? Als je vanaf Eindhoven naar Düsseldorf duurt 2 uur en 9 minuten. En hoe snel zou het kunnen met die HSL? Dan zit je ongeveer wat Amsterdam heeft. Dus dezelfde afstand, 120 kilometer. Düsseldorf zelfs iets dichterbij. Dan kunnen we in 1 uur en 10 minuten naar Düsseldorf. Ja, dat is een enorm verschil. Maar u weet het, als het gaat over treinen, over snelheidstreinen en over discussie daarover, dan zullen mensen toch sceptisch reageren en denken, oh nee, ga alsjeblieft daar niet over beginnen, want dat kunnen wij niet in Nederland blijven. Nee, maar als de fouten van het verleden niet meer, als we er niet meer van kunnen leren, blokkeren we onze toekomst. Ja. En dat is toch wel heel belangrijk. U heeft de tegeltjes mooi bij de hand. Dat is, sorry? U heeft een mooie tegeltjes bij de hand ook. Ja, maar dat vind ik ook. Hè. Dus ik vind dat je moet leren van, kijk, we weten niet hoe de toekomst eruit ziet. Dat er fouten gemaakt worden, ik geef het op een briefje, dat ook in de toekomst fouten gaan plaatsvinden. Maar fouten zijn er om van te leren en het beter te doen in de toekomst. Stomme fouten maken en niet van te leren. Het is met die HSL niet allemaal goed gegaan in het verleden. Maar andere, wij gaan dat toch niet om die reden de verbinding met Duitsland afsluiten. Kom nou toch. Nee. Wij staan met terug tegen elkaar in dat opzicht. Moet u eens voorstellen, dat lijntje wat u net liet zien. Ja. Rotterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven. De exportpositie van Nederland naar Duitsland. Alleen al de export wat we uitvoeren naar Duitsland is 30% van ons hele exportvolume. Maar u kunt het willen, maar dan moeten de Duitsers ook willen. Duitsers, want die hebben een enkel spoor. Die moeten dat spoor dan toch ook breder Duitsers maken? Hebben, dat was wel interessant, want het was een persconferentie in Duitsland. In Düsseldorf. En de burgemeester van Düsseldorf heeft gezegd, wij betalen het. Ja. Het gaat om 100 miljoen. En de maatschappelijke waarde van die verbinding is een factor 8 hoger. Ja. Dus over, nou, we noemen dat altijd maatschappelijk kosten-baatanalyse in Nederland. Dat hebben ze daar gedaan. En die springt echt met kop en schouders bovenuit. En dat is ook logisch, want als we zien wat er over en weer gebeurt, moeten we eens voorstellen, onze ASML, wat die allemaal doet daar in Duitsland met toeleverende bedrijven en allemaal dat soort zaken. VDL met BMW, noem ze maar. Want dit gaat niet alleen om een verbinding aan Düsseldorf. Dit gaat het aantakken van de Nederlandse economie, Rotterdam, met de haven en alles wat erbij zit, het Westland en de high-tech van onze regio. Gaan u missen als burgemeester, want u bent ook ambassadeur op dit terrein. Dat horen we nu heel duidelijk. Maar, maar je kunt wel zeggen, u heeft een grote kans. Hè? Want ik moet even kijken, in het voorjaar geloof ik, bent u nog burgemeester. Het is een publiek geheim, dan komt Angela Merkel naar Eindhoven. Ja, omdat wij voorzitter zijn van de EU. Dan gaat u waarschijnlijk even met haar praten, even in contact met haar treden om daar dit beslissingje er doorheen te duwen? U zegt het publiek geheim. Ik kan er niet veel over zeggen. Het is in ieder geval wel zo dat dit jaar de intergovernementele conferentie tussen Nederland en Duitsland plaatsvindt. Dat is pas 4 jaar geleden voor het eerst gebeurd. Ja. Ze komen nu opnieuw naar Nederland. Ja. En ik denk dat er misschien wel belangstelling bestaat voor wat wij in Eindhoven doen. Dat is ook wel heel bijzonder. Hè? We hebben de hoogste patentdichtheid in de wereld. Dus uitgeroepen tot de slimste regio van de wereld. Het beste samenwerkingsmodel in Europa. Dus er is wel iets op te halen bij ons. Maar dan moeten we wel ook proberen om te kijken hoe we de verbinding van die maakindustrie die Duitsland heeft en die zo krachtig is. Als je zo hoort praten, dan denk je, waarom gaat deze man, die als Kamerlid wat meer omstreden was, die helemaal in zijn goede vel zat als burgemeester, vrienden vijand prijs hem, waarom gaat die man, jonge man, 61 pas, waarom gaat die weg? Ja, maar dan blijf je toch, dan weet je toch burgemeester blijven? Ja, maar het is natuurlijk, kijk, ik heb er een paar overwegingen bij. Ik wil nog één keer iets anders doen. Ja. En het tweede is, ik vind eigenlijk dat de nieuwe burgemeester op het moment moet komen dat hij tussen twee verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen, in zit. Mag ik vooral dat eerst even benadrukken? Want u weet natuurlijk wat u gaat doen. U heeft een hele mooie aanbieding gekregen. Helemaal niet. Nee, dat zou netjes zijn. Nee? Want ik vind, kijk, ik ben nog 9 maanden, nu nog 8 maanden burgemeester. Ja. Als ik daar dadelijk allemaal dingen al weet, ja, wat voor hoe mag ik een gokje doen? Het wordt in ieder geval een internationale functie. Dat wordt gevraagd. Ik zou het niet weten. Ja, ik hoor van alles fluisteren. ik weet niet hoeveel banen ik ondertussen al heb gekregen. Maar er is nog niks echt in bespreking. En ik weet het ook echt niet. En ik ben er ook even nog niet in bezig. Maar als u iets voor me heeft, mag u straks bij mij. En als u mag kiezen, wat dan? Als iemand nu tegen u zegt, meneer Van Gijsel, je mag kiezen wat je wil nu. Ik ben nog voorlopig tot september burgemeester. Nee, dat snap ik, maar kom op. Ik heb wel gezegd, ik heb geen voorkeur meer om terug te gaan naar Den Haag. Ik wil echt iets anders. Ik ben wel als burgemeester heel actief internationaal. Want onze stad is echt verbonden met de rest van de wereld. Kijk. Vind ik heel interessant. Maar ik ben ook erg geïnteresseerd in de nieuwe manier waarop we de steden moeten gaan organiseren. Dus ik denk dat we echt aan een voorfase staan van een grote verandering van de kracht van de steden. Nationaal, maar ook internationaal, die met elkaar verbonden worden. Als je ziet wat er gebeurt tussen steden wereldwijd. Ja, dat is zo interessant. En dan kunnen we zo van elkaar leren, elkaar zo ondersteunen. En daar is zo'n HSL, die onze verbinding heeft tot het Duitse hoogsnelheidsnetwerk. Alleen maar een klein onderdeel. Nou, ik wou net die verbinding zelf maken. Heeft u al gedaan? Waarvoor dank. U zou misschien dit ook kunnen gaan doen, wie weet. Maar u gaat vooral een internationale functie, denk ik, navolgen. Maar eerst nog even hard werken tot het najaar. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek, meneer Van Gijsel. Dank u wel. Dank u wel. En straks na de reclame, dan praat ik met Charles Groenhuizen en met Amerika-deskundige Victor Vlam over de erfenis die president Barack Obama straks achterlaat. Tot zometeen.